saus? Is dit? Van Saar en bij jou de? Je. Van Janna en bij mij de? Van mama! Dus wat zou dat kunnen zijn? Ik weet wel wat. Mais. Spicy paper. Oei. En jij? Wat kun je met die jam bedenken? Nee. Sham. Sham schrijf je. Yummy, yummy, spicy yummy, paper. Yummy sham. Nou, we gaan het wel zien. We gaan de hele dag eten met de eerste letter van je naam. Maar ja, eerst nog even duimpjes omhoog, denk ik. Ja. Yeah. Hoeveel duimpjes schaven? 21? 21? Ja. 21. Dikke duim omhoog, dus klik op die duimpje. Laten we snel beginnen. Nou, het is nog vroeg. Laten we beginnen met ontbijt. Ja. Met dus dat is denk ik een maispannenkoekje. Ik wil als ontbijt als eten een slang. Ja, een lekker soepje. Slang. Jij doet het. Kijken wat er komt. Ze krijgen je slang als ontbijt. Een slang als ontbijt? Ja. Ik denk gewoon lekker een beetje spinazie als ontbijt. Toch? Nou. We klappen in onze handen en dan zien we het ontbijt. 3, 2, 1. Ze zijn zijn broodje! Ik mis het! Ja, dat is goed, hè? Ik heb een sausijzen broodje. Nou, ik heb droge matsen. Het is een beetje... Het is een beetje karig. Zullen we eten? Maar wel lekker. Ik heb zo'n smaak. Lekker! Een beetje droog nu. Jij hebt lekker sham. Het is heel lekker. Had het niet een beetje sham van jouw brood? Nee. Moet je open? Maar dat is te jee, hè? Ja. Ik heb een hapje. Oh, beter. Nou, wat? Jij botst echt. Ik heb een hapje. We zitten hier gewoon een sausijsbroodje te eten als ontbijt. Dat heb je nog nooit gedaan, denk ik, als ontbijt. Ik heb een hapje. Trouwens, je moet bij elke ronde een hap nemen. Anders vlieg je eruit. Eén hap. Nou, met die, het is nu in ieder geval gelukt. We hebben alle drie zijn we door de volgende ronde. Hier heb ik al wat drie happen van gehad. Ja. Nou, volgens mij is deze ronde gelukt. Ja. We hebben in ieder geval allemaal een hap gegeten. Mm-hmm. Ik hoop dat we straks ook een beetje drinken krijgen. Het was een beetje een droog matsetje. Dus we gaan naar ronde 2. Niet met volle mond praten, dames. Doe maar met je vingers. Ronde 2. Ik hoop op drinken, want die matse was helemaal droog. Dus ja, okay. Ik kan even mijn keel een beetje. Dat ik spa blauw dan krijg. Oh, spa. En jij? De je van... Jokie. Jokie. Nou, het is echt met Y. Maar misschien dat papa het wel doet hoor. Dat je yoghurt drink. Klik. Ja, het zou kunnen. Zo met drink de yoghurt. Nee, dat is met de. Van Janna is best wel moeilijk, denk ik. Oeh. En de m van... Drinken met de m. Maya. En dat is met de J. Sinaas! Ik was al een beetje bang voor wat jij zou krijgen. Ik ben zo blij dat ik sinaas heb. Nou, proost. Hé, maar ik denk dat ik wel een beetje een goed ontbijtje heb. Een lekker sausijzenbroodje met sinaas. Nou, jij bent niet heel gezond bezig. Mag ik dat even zeggen? Ik zit hier gewoon een matse met een beker melk te drinken. Super gezond. Jij hebt lekker sudransje, bruine boterham met jam. Top. En aan die kant zit gewoon het sausijzenbroodje met sinaas. Dat komt niet goed. Ik hoop dat jij straks ook een keer wel gezond hebt. Het glas van Janna is heel mooi. Kijk maar, die heeft ze zelf gegraveerd. Op het kinderfeestje van Saar gingen we graveren in glas. En daar zit Janna met een konijntje. Die heb jij zelf gemaakt. Ja, ik heb hem ingekleurd. Mama die heeft al de lijntjes gedaan. Mm-hmm. En wat vonden we van deze ronde? Lekker. Ja, ik vond het prima. We gaan lekker naar ronde 3. Ronde 3! Dan heb je ook fruit met de sinaasappel of... Een schabloon? Oh nee, dat kan je niet eten. Ik denk dat jij sinaasappels krijgt. En jij, de je van... Is er fruit met de je? Ja. Is moeilijk nog, hè? Dat weet ik. En een... mandarijntjes. Ja! We zijn benieuwd. We wachten het af. 3, 2, 1. Ja! En een sinaasappel! Appel? Een appel is toch met... Oh.
Jona Gold. Een Jona Gold appel. Nou snap ik. Ja, dat is wel met je. Oké, maar ik moet, hoe ga je het pellen? Kan je dit spellen voor mij? Ja, hoe kan je pellen? Hoe krijg je dit open? Misschien kunnen we beter een mes klappen. Ja, papa, heb je iets bij? 3, 2, 1. Oeh. Ja, messen! Wel gevaarlijke messen, dus we moeten even goed opletten. Deze denk ik voor de meloen. Dat denk ik ook. Oh, ik hou van sinaasappel. En dan doe je hem nu ook even door de helft. Ik heb zo lekker fruit. Jongens, ik heb alleen maar lekkere dingen, vind ik. Mm. Een paar elastiekjes eromheen. Ja. Even zo'n meloen laten ontploffen. Hier in de kamer. Oh, dan zit het hele nee, het was bij een ander filmpje, was het iets van 5-4. Ja, toen die meloen liet ontploffen. Ja. Maar dan moet je dat dus buiten doen, hè? Dan zit je hele plafond onder de meloen. Oké, nou kijk eens even. Hij ziet er wel mooi uit van binnen. Oh, geef mij maar een helft. Mm. Ja, zo. Maar ze is wel lekker. Dit was een topronde. Ja. Zullen we door naar ronde 4? Lekker gezond. Ja. Top. Mm. Ja. Ronde 4. Ik ben wel toe aan wat lekkers. Wij hebben al de hele ochtend gezond gegeten. Jij ook. Ik ook hoor. Ik ben ook wel. Ja, doe jij nog even mee met wat lekkers? Nou, gelukkig. We gaan voor wat lekkers, pap. 3, 2, 1. Droge matses en nu droge trekkers. Nee, ja, het is niet mijn dag. Ik zei wat lekkers. Als je nou een stukje 3 hebt of zo, een stukje. Dan wordt het leuk. Ik heb een hap genomen. Nee, ik moet eerst een hap nemen. Nu eet ik lekker mee met Janne. We hebben wel allemaal een hap genomen, dus we zijn door naar de volgende ronde. Ja, maar ik doe maar een eentje van jou. Op naar ronde 5! We gaan naar ronde 5 en volgens mij wordt het weer tijd voor wat gezonds. Na alle schoentjes. Ja. Bijvoorbeeld groenten, maar wat heb je nou voor groenten? De met een mais. Mais? Of zullen we gewoon klappen? Ja, dat is goed. We gaan gewoon klappen. 3, 2, 1. Ja, ik heb sla! Wat heb je? Je hebt peper, dat is toch met de P? Peper? Wat voor peper is dit? Jalapeno peper, en dan schrijven we die J. Jalapeno peper. Mm. Is het pittig? Ja, een beetje pittig. Ruiken? Niet erg? Kan ze daar een hapje van nemen? Ja, deze wel. Ik durf hem. Als ik het durf, durf jij het ook, oké? Ja, ik durf het denk ik ook. Nee. Oké? Maar heb je deze gekocht? Puntjes zijn niet erg. Nee. Als je nou klein hebt. Dus dit is rauwe mais. Ja, rauwe mais. Maar dat is heel hard. Dat zijn je lekkerste. Nee, dan ga je tanden vallen daaruit. Ik heb tenminste nog sla. Ja, ik kan wel eentje. Volgens mij is het wel voorgekookt, denk ik. Hoop ik. Sla is gewoon lekker. Oh jawel, het gaat wel. Het gaat wel. Ik durf geen hapje. Heb je geen hapje? Oké, ik doe het voor Janna. Jongens, dames en heren. Allemaal die draad. Applaus. Ga jij het echt doen? Ik ga mij opofferen. Nou, even inie, mini, mini, ja? Zingen, ik zing. Inie, mini. Oh ja, ik zing. Ze doet het echt, ze doet het echt. En? Nee, niet meer. Eerst een klein hapje. De pitjes zijn heel heet. Is dat zo? Zijn de pitjes heel heet? Ja. Ja, is dat... Echt? Echt? Ja. Die is heet. Echt? Ja. Nee, dat durf ik niet. Nee, wel. Doe maar. Doe maar. Doe maar. 3, 2, 1. Ja. Zijn terug? Nee. Ik voel hem aan mijn tong. Nee, ik proef het ook op. Je kleurt ook een beetje rood. Heb jij ook een hapje genomen? Ja. Ronde 6! Staat dat op het beeld? Staat dat op het beeld? Nou, dit is waar dit blauw is. Snoep? Snoepjes? Okay, ja. Echt? Ja! Heb je ook snoepjes? Met de... Oh. Nou, we gaan voor snoep. 3, 2, 1! Snickers! Snickers! Marshmallows! En wat heb jij? Ik heb Snickers! Wat heb jij? Wat heb je met die Jellybeans! Jellybeans! Oh, nou, het is allemaal lekker volgens mij. Dit is een bokronde. Voilà, is lekker. Deze ronde is heel geslaagd, pap. Ja! Ik hou van karamel. Ja, ik ben een beetje jaloers op jou. Lekker man. Lekker cola. Yummy yummy. Wil jij een cola? Ja. En yummy begint ook met de je van Janna. Oh, dan heb ik net een jelly. Mm. Ja, ja, ja.
hij smaakt echt naar cola. Guf. Deze die smaakt naar bubblegum. Kijk. Oh nee, hè? Volgens mij vonden jullie deze ronde wel geslaagd, of niet? Ja. Dat idee had ik al zo'n beetje. Hé, hey, en we zitten nu heel veel dingetjes te eten. Volgens mij is het tijd voor ronde 7. Maar het wordt ook tijd voor avondeten. Kunnen we nog zin om een spekje te eten? Nee, deze ronde is voorbij. We gaan door naar ronde 7! Tijd voor avondeten. Wat gaan we eten? Patat! Nee, dat is niet met een... Maar dan gaan we toch... De saus. Kijken welke saus. Patat met saus. Oh, mayonaise. Jee, voor... Yoghurt. Yoghurtsaus? Nee, ja, van... En dus van... Van? Spekjes. Saus. Patat met iets gaan we doen. We gaan klappen en we zien het wel. 3, 2, 1. Satésaus! Wat is dit? Kant en klare stampot jus. Jus! Dat schrijf je jus. Nee, met jus. Jij hebt mosterd! Eén hapje nemen, ja. Ik vind mosterd vind ik vooral lekker bij bitterballen en zo. Niet echt bij patat. Oh, lekker. Ik denk dat ik het wel overleef. Ik heb een satésaus. Echt heel lekker. Ik doe even een beetje mosterd op mijn bord. Even proef hoor. Ik hou normaal gesproken heel erg van patatjes. Maar dit keer... volgens mij heeft Sarah het weer het beste voor elkaar. Ik hou niet eens van jus. Je houdt helemaal niet van jus. Oh, zelfs niet bij de aardappels. Nou ja, trouwens, aardappels met jus. Patat is ook gewoon aardappel. Dus het zal wel meevallen. Doop je er eentje in, kijk of je het redt. Daar gaat hij. Het is koud. 1, 2... En. Eww. Vind je het lekker? Nee. Nou, dat was één frietje. Maar jij hebt een hap genomen, dus je bent door naar de volgende ronde. Ik moet nog. Dus mosterd, hè? Ja. Maar ik vind het niet zo lekker. Een patatje met mosterd, daar gaat-ie. Ja. Mwah. Niet verschrikkelijk. Niet echt lekker, maar niet verschrikkelijk. Het lekker. Volgens mij bof jij het mee. Zou je laatst proeven? Die is wel lekker, hè? Eigenlijk patatje oorlog. Ja, eigenlijk patatje oorlog. Lekker. Nou, dit is het avondeten, jongens. Eet smakelijk. Ja, proef jij eens. Moet die jus proeven? Ja. Mag ik ook proeven? Jij houdt normaal gesproken wel. Ik hou het hier. Nee joh, het is gewoon jus. Kan wel. Nee. Nou. Ach, visa. Nee, dit is niet jus. Wat is gewoon jus. Hij is lekker koud. Ja, je wil altijd even warm moeten. Hé, hey, en we hebben de hele dag de letter gegeten in de letter van onze eigen naam. En we gaan nog één bonusronde doen. Maar dan mogen we van papa maar één letter kiezen. Dus dan moeten we kiezen of de S van Saar, of de J van Janna, of de M van mama. Welke zullen we doen? Ik heb altijd geluk. Ik zou niet de J doen, want dat zijn allemaal van die hele rare dingen. Ja, jij hebt vaak geluk, hè? We gaan voor de S van Saar, pas voor de bonusronde. Ik denk dat we daar het meeste geluk mee. 3, 2, 1. Waar kan die open? Waar kan die open? Hier. Oh nee, hier. Ja, kijk. Oh, lekker. Dit zijn van die ijsjes die je een beetje omhoog moet duwen. Ik heb hem. Zo, ik heb een mooi smartie. Yummy. Ja, lekker. Jij hebt wel de beste letters, Saar. Daar ben ik al wel achter. Je kan het beste Saar heten. Ik weet niet hoe jullie allemaal heten thuis en wat jullie beginletter is. Maar mocht je dit een dagje gaan spelen, kinderen met de S, die zijn binnen. Kinderen met de J, die... Kinderen met een die hebben een beetje half-half, hè? Een paar lekkere dingen, een paar vieze dingen. We gaan het ook een keer bij papa doen, met P. Wat gaan we dan geven? Pizza. Patat. Pizza, poffertjes, patat. Oh, alle papa's, die bof ontzettend. Ik geef mijn ijsje even aan Janna, want ik wilde jullie nog even wat laten zien. Wij hebben namelijk nog wel een hele leuke actie. Dit zijn hele coole zoete zusjes, petten. Ik zal er even een paar opzetten. Ja, ze zijn een beetje groot. Je moet ze even nog kleiner maken. Dit aan de achterkant van een elastiekje. Maar deze pet die kan je natuurlijk winnen met een kleurwedstrijd. De Bruna en de Reach Shop die hebben op hun site een kleurplaat staan. Die kan je downloaden en dan kan je hem inkleuren. En dan maak je kans op het gekke zoete zusjespet. En je kan in ieder geval weer lekker even kleuren. En daar houden jullie volgens mij ontzettend van. Dus download de kleurplaat bij de reachshop.nl/win of bij de bruna.nl/win. Kleur hem lekker in, lever hem in bij de winkel en maak kans op zo'n leuke pet. Nou, dat was het denk ik voor vandaag. En, vond je het filmpje leuk? Geef hem. Duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Om deze video. Doei!